Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. CARICOM staatshoofdenconferentie buigt zich over actuele vraagstukken. Suriname krijgt nadrukkelijke rol binnen de regio. Minister Ramadien betreurt Stakingslands Hospitaal. Vernieuwde website De Boodschap. En vaccineren. Uw belang, ons aller belang. Regeringsleiders van de CARICOM hebben zich tijdens de 42e CARICOM staatshoofdenconferentie gebogen over actuele vraagstukken de regio rakende. Het betrof volgens president Chandrika Persat Santokhi een lijvige agenda met 25 punten. De vergadering heette bij deze gelegenheid de nieuwe voorzitter Gaston Brown van Antigua en Barbuda van harte welkom en bedankte de uittredende voorzitter Keith Rowley van Trinidad en Tobago voor zijn bewezen diensten. Op agenda stond onder meer de kwestie van de natuurrampen en de regionale aanpak. U hoort president Santokhi. Het is een tweedaagse reguliere CARICOM staatshoofdenvergadering. Met een hele zware, lijvige agenda met 25 issues. Waarvan een deel van de onderwerpen besproken zijn in besloten verband, in caucus, vanwege de gevoeligheid van die onderwerpen. En het is ook belangrijk om aan u ook door te geven dat wij een nieuwe voorzitter hebben gehad. Dat is de heer Gaston Brown van Antigua en Barbuda. En we hebben net afscheid genomen van de gewezen voorzitter van Trinidad en Tobago. En we hebben ook afscheid genomen van... een zeer dynamische secretary-general, de heer Larocque, die ook afgelopen 10 jaar CARICOM op een zeer correcte wijze, goede wijze, professionele wijze, in feite vanuit het secretariaat geleid heeft. En ook hem heel bedankt voor zijn bewezen diensten aan de Caribische regio. En de mensen, misschien kan ik direct ingaan op enkele van de issues die besproken zijn. Eén is namelijk een issue welke steeds op de agenda zal terugkomen. En dat is namelijk de natuurrampen die we elk jaar krijgen in onze Caribische regio. En voor deze periode was bijzonder belangrijk namelijk aandacht te schenken aan Sint Vincent en de Grenadines. Maar het was niet alleen Sint Vincent en de Grenadines met die vulkaanuitbarsting, maar ook de landen, de eilanden in de regio, zoals Barbados, Sint Lucia, de Grenada, die waren ook daardoor indirect ook getroffen. En ook daar waren er evacuaties, ook daar moesten allerlei vormen van hulpverlening plaatsvinden. En ook de situatie in Guyana en Suriname, geen vulkaanuitbarsting, maar meer overstroming als gevolg van veel regen, zware regens, wateroverlast. Die zaken zijn ook besproken. En hier is weer benadrukt namelijk het aspect van die regionale aanpak vanuit het regionaal crisiscentrum SEDEMA. Met ook de nationale rampenbestrijdingsdiensten zoals in Suriname de NCCR. Is er ook goed gecoördineerd opgetreden. Zo hebben we als Suriname, terwijl we zelf last hadden van enorm veel wateroverlast, hebben we steun gegeven aan Sint Vincent en Grenadines. En omgekeerd hebben we ook steun gehad vanuit CARICOM, in dit geval vanuit Trinidad en Tobago, van tal van goederenhulp. En dat is namelijk de belangrijkheid van een regionale samenwerking, van een CARICOM, van solidariteit, wat wij constant moeten benadrukken. Want het zijn onze lidstaten, onze buren die allemaal ons moeten helpen in tijd van nood. En dit is nogmaals benadrukt geworden op deze conferentie. Natuurlijk worden er ook netwerken uitgezet naar andere internationale en regionale instituten om goede resource mobilization te krijgen, goedere mobilisatie, ondersteuning te krijgen, zodat ook de betrokkenheid
van die landen, die regio buiten CARICOM, dan ook enorm belangrijk is in het kader van regionale samenwerking, maar ook de samenwerking die de regio CARICOM heeft met andere internationale organisaties, maar ook met andere landen. Suriname kan politiek en economisch een nadrukkelijke rol krijgen binnen het Caribisch gebied. Op het stuk van de voedsel- en agrarische productie als ook de olie- en gasindustrie zijn er voor zowel Suriname als Guyana nu veel meer mogelijkheden. Strategische samenwerkingen binnen de CARICOM was een van de onderwerpen die ter sprake is gekomen tijdens de CARICOM staatshoofdenconferentie. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt het volgende hierover. Samen met Guyana zijn we bijna 70-75% van het territorium van het hele gebied. Waarom ik dat zo zeg, is omdat voor wat betreft voedselveiligheid, voedselzekerheid in het Caribisch gebied, en er wordt in het Caribisch gebied uit de wereld zo'n 4 miljard aan voedsel geïmporteerd. Dus daar ligt een enorme mogelijkheid voor ons om dichtbij een markt te bedienen waarvan wij onderdeel zijn. Dus op grond daarvan alleen moet u verwachten dat zeker op het stuk van voedselproductie, agrarische productie, veel meer samenwerking en exportmogelijkheden er zijn. En daar zullen we dus strak aan moeten werken. Ik moet zeggen dat, zoals de president aangaf, met een aantal landen concrete samenwerkingsovereenkomsten zijn. Zo wordt er reeds naar Guyana klinker en andere soorten materiaal geëxporteerd voor wegenbouw. Eigenlijk het grootste deel van wat daar wordt gebruikt komt uit Suriname, van goede kwaliteit. Hetzelfde geldt voor Barbados. En uit Barbados wordt gewerkt aan een agrarisch project voor wat betreft schapenteelt. De bekende Black Belly schapen uit Barbados. Dus er zijn concrete zaken nu reeds gaande tussen deze landen en dat zal voortgaan. Dat is op een stuk van voedselvoorziening en agrarische productie. Maar daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor een strategische samenwerking in een kleine subregio van CARICOM tussen landen die dicht bij elkaar liggen. En de president maakte daar ook al melding van, want het integratieproces is dynamisch. Maar we moeten natuurlijk niet alleen stilstaan bij wat we hebben afgesproken, maar wat de nieuwe mogelijkheden zijn in de wereld van vandaag. En in dat opzicht zullen aardolie en gas als toekomst nieuwe mogelijkheden openen. Zo wordt dus al gewerkt met Guyana, zoals aangegeven, maar ook de mogelijkheden met Trinidad, die een enorme ervaring heeft en dus ook toeleverancier kan realiseren richting Suriname en Guyana. Dus er zal meer samenwerking zijn met een Trinidad in de toekomst, zijnde het zuidelijk deel van CARICOM. Maar evengoed zo met Frans-Guyana en met Brazilië. Dus dit zijn nieuwe ontwikkelingen binnen het CARICOM gebeuren, omdat de wereld verandert, maar ook de mogelijkheden in het Caribisch gebied veranderen. Dus Suriname zal zeker een nadrukkelijker rol vervullen in het Caribisch gebied, politiek, maar ook economisch. Ten aanzien van de gesprekken met de bondholders, ik wil alleen maar bevestigen dat die gesprekken voortgaan nadat de reactie is ontvangen van afwijzing van het aanbod van 70% korting op het bedrag. We hebben daar serieuze discussies over gehad. De gesprekken ook met IMF gaan voort. En we zitten in de laatste fase voordat het uiteindelijke voorstel richting board approval gaat. De laatste gesprekken met het IMF zullen mogelijk ertoe leiden dat een andersoortig voorstel wordt gedaan, ook aan de bondholders. Daar zijn we nog niet uit, maar sowieso kijken we daarnaar. Hetzelfde geldt voor de bilaterale schuldeisers, in dit geval India, China en een vijftal kleinere schuldeisers die samen in de Paris Club opereren om een arrangement af te spreken. Dat zijn dus de commerciële en de bilaterale. Die gesprekken zijn allemaal zeer intensief, dagelijks. Dus in de komende 2 weken zult u veel beweging zien. Zullen er enorm veel gesprekken plaatsvinden met de commerciële schuldeisers en ook met de bilaterale, in dit geval met name met China en India. En die gesprekken moeten uiteindelijk resulteren in een
uitspraak van die landen dat ze dus akkoord gaan met het hervormingstraject, akkoord gaan met het financieel arrangement dat wordt afgesproken met het IMF. En dan zal het dus dat naar de raad van het IMF gaan voor finale afronding. En dat die timeline blijft zoals het was, 1 juli, begin augustus. Dus in de komende 3 weken gaan we voort met die intensieve gesprekken met zowel de commerciële bondholders als ook met de schuldeisers bilateraal en ook nationaal. Minister Ammar Ramadien van Volksgezondheid betreurde de staking die gisteren het geval is geweest bij het Slans Hospitaal. Het ministerie is de afgelopen weken geconfronteerd met vakbondsonderhandelingen die zijn vastgelopen bij diverse zorginstellingen. Volgens de bewindsman is hiervoor naar de nodige oplossingen gezocht. Deze kwesties zullen in de regeringsraad besproken worden. Zoals u eerder hebt gezien, de afgelopen weken zijn we inderdaad ook geconfronteerd geworden met vakbondsonderhandelingen die zijn vastgelopen bij diverse instellingen. Het ging met name om vak-eisen die te maken hebben met de cao-onderhandelingen, waarbij er afkoop voor het jaar 2020 nog niet was afgerond. En die dus nu dus wel een heethangijzer hebben gevormd bij de laatste afgelopen weken. En we hebben daar ook de nodige oplossingen voor gezocht. Echter kan ik aangeven bij het Slans Hospitaal dat wij nog zondag heb ik nog contact gehad met de voorzitter van de bond. En ik heb hem gevraagd om deze week te gebruiken om zowel met de directie als het ministerie en de bond aan tafel te gaan om te komen tot een goede oplossing. Maar ook om de rust te bewaren voor de zorg en de patiëntenzorg gegarandeerd kan blijven. Directeur van het Slans Hospitaal had ook hele goede afspraken met de bond. En wij werden vandaag om 11:30 verrast met een complete lamlegging van het ziekenhuis. Waarbij door de bond totaal geen dispensatie is verleend. Ook niet voor de cruciale diensten als de intensive care, waar we op dit moment patiënten in hebben liggen. De keuken en de operatiekamer ook niet. En het is natuurlijk te midden van een COVID-19 pandemie fataal voor een ziekenhuis. Wat ook heel jammer is, is dat er vandaag een voorstel zou worden voorbereid vanuit de directie. En er is ook niet daarop gewacht. Wij vinden dit natuurlijk een heel jammer. En we hebben dus geprobeerd tot in de middag nog met de voorzitter van de bond te praten. Want er wordt morgen ook in de regeringsvergadering de vakbondsaangelegenheden besproken om in elk geval dispensaties te verlenen aan de cruciale diensten. Laat me hier stellen dat de gestelde eisen vanuit de bond zijn, gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus er is niets mis met het loon, ook niet met alle andere toelagen. Het gaat hierbij puur om de afkoop van de cao 2020. Bij het AZP, daar speelt er andere kwesties. Een belangengroep is niet de vakbond. Maar de belangengroep, en dat is de groep van de zaalartsen en de spoedeisende hulpartsen in dienst van het academisch ziekenhuis Paramaribo, die ook in beraad zijn op dit moment, waarbij er geëist is een overbruggingstoelage in afwachting op een nieuwe loonstructuur. Ik moet hierbij aangeven dat ik recentelijk benaderd ben door deze groep. En aangegeven is vanuit de groep dat zij sinds 2018 proberen een nieuwe loonstructuur te krijgen. Dat is niet gelukt. Gesprekken met de directie hebben ook niet de gewenste resultaten geleverd. Er is geluisterd weliswaar en er is een voorstel uitgewerkt aan de hand van de voorstellen en de wensen van die groep. En ik moet zeggen dat na dit te hebben gecalculeerd en gepresenteerd aan mij, dat wij samen hebben gezien dat de nodige financiële middelen niet aanwezig zijn bij het ziekenhuis om aan deze wensen te voldoen. En van mijn zijde is er dus ruimte gevraagd aan de artsen, zodat wij hiervoor als regering ook een model kunnen uitwerken in fasen om hier tot een wenselijke oplossing te komen. Dus wij hebben aangegeven dat wij wel bereid zijn en zeker moeten werken aan ordening van de lonen, maar dat wij de vragen in het midden van een COVID-pandemie om ons wat meer ruimte te geven. De lichtdagtarieven, dat wordt ook weer steeds genoemd door de ziekenhuizen als te zijn de oplossing voor het zorgvraagstuk.
U moet ervan uitgaan, meneer, en begrijpen, meneer Groenewoud, dat de lichtdagen slechts één component zijn binnen het geheel. Er is gisteren een gesprek geweest met de Nationale Ziekenhuisraad, waarbij wij ook hebben gevraagd naar een goede financiële verantwoording, dat is één. De afgelopen periode zijn sinds 2014 dan de lichtdagen inderdaad niet aangepast, maar er zijn dus wel oplossingen bedacht in de afgelopen jaren door middel van heel veel kapitaalinjecties rechtstreeks naar de ziekenhuizen. En het zijn ook veel onoverzichtelijke stromingen geweest van geld buiten het SZF om of buiten instituten om. Dat hebben we ook geconstateerd en dat heeft ook geleid tot de nodige verstoring van financiële stromingen. De boodschap. De nieuwe site van de communicatiedienst Suriname is vernieuwd. Met deze vernieuwing is ook een verandering gekomen in het webadres. Het nieuwe webadres is cds.gov.sr/de-boodschap. Op de boodschap worden dagelijks nieuwsberichten gepubliceerd de overheid rakende. Bezoekt u het eerder genoemde adres om op de hoogte te blijven van actuele overheidsnieuwtjes. Suriname raakt nog dagelijks geconfronteerd met personen die als gevolg van COVID-19 het leven laten. Elke dode is er één te veel, maar zelfs elke zieke is een potentieel slachtoffer. U kunt dit voorkomen door zich te laten vaccineren. Wees geen gevaar voor uw medemens. Vaccineren is daarom uw belang en ons allen belang. Suriname is gebaat bij een samenleving die de bereidwilligheid toont zich te laten inenten tegen het gevaarlijke virus. Zo alleen kunnen wij samen overwinnen. Neem die stap. Bent u onzeker? Laat u zich informeren. Vaccinatie is nog altijd de beste garantie. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.